Waarom zou je in hemelsnaam op zo'n mini, miserig, klein 55 inch postzegeltje televisie kijken? Als het ook gewoon op een scherm van bijna 4 meter kan in je woonkamer. Hoi, hier David van Bright. Vandaag test ik de Xiaomi Mi 4K laser projector waarmee je je woonkamer omtovert tot een thuisbioscoop met een knoert van een 150 inch scherm. En je hoeft je woonkamer niet eens om te bouwen. Een gewone beamer heeft afstand nodig tot een muur of een scherm. En heel vaak worden ze dan aan het plafond bevestigd of ergens midden in de kamer op een speciale standaard gezet. Nou is dat prima voor een vergaderzaal of een klaslokaal, maar dat is natuurlijk verre van ideaal in je woonkamer. Zo gedrocht van een beamer aan het plafond, dat is natuurlijk geen gezicht. Maar deze Xiaomi beamer is een zogeheten ultra short throw beamer, die ik vanaf nu een UST beamer ga noemen. Deze beamer kan je dan ook heel dicht tegen de muur aanplaatsen, terwijl je tegelijkertijd een enorm beeld op de muur kan projecteren. En als je de beamer dan bijvoorbeeld op zo'n tv-meubel plaatst, heb je ook niet, zoals bij een gewone beamer, van die ellenlange HDMI-kabels nodig om je gameconsole, je mediaspeler of je andere tv kastje op die beamer aan te sluiten. Eigenlijk is het dan niet anders dan het aansluiten van apparaten zoals je gewend bent bij de tv, omdat die gewoon lekker dichtbij staat. Daarnaast loop je ook veel minder risico om verblind te worden door het licht van een beamer als je door de huiskamer loopt. Kortom, eigenlijk is zo'n UST beamer ideaal voor in de woonkamer. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan, maar daar kom ik later op terug. Deze versie die ik vandaag test heet de Xiaomi Mi 4K laser projector en die kost €1.999,95 in Nederland. Dat is naar mijn weten de duurste Xiaomi gadget ooit. Nu kan je deze beamer ook onder allerlei andere namen naar Nederland halen en dan bespaar je misschien wel €500. Maar je wordt dan wel opgescheept met een Chinese versie van de software of een Chinese Android 6.0 die je half op Engels kan zetten, half op Chinees en je krijgt ook geen Google Play Store. De versie die ik test is dus een EU-versie en die draait op Android TV 9.0. En die kan je dus instellen op Oekraïens, op IJslands en zelfs op Nederlands. En hij heeft een Google Play Store. De installatie van de beamer is eigenlijk heel eenvoudig, maar het is vooral handwerk. Je hebt hier aan de zijkant wat wieltjes en je wil eigenlijk dat het beeld parallel is natuurlijk aan de muur. Als ik een beetje overdrijf, ja, dat kijkt natuurlijk niet prettig. Nou heeft de moderne beamer vaak een automatische keystone-correctie, omdat dat niet parallelle automatisch te corrigeren. Maar op deze beamer moet ik dat met de hand doen, althans ik moet dat met de afstandsbediening doen. Door de hoeken in beeld vast te pakken, nadat ik hem eerst met de hand even goed heb gezet, en dan een kleine correctie aan te brengen. Maar als je dat eenmaal ingesteld hebt, dan heb je daar geen omkijken meer naar. Als ik de beamer wat dichter naar de muur schuif, dan zie je ook heel goed waarom ze zo'n ding een ultra short throw beamer noemen. Dicht bij de muur, en dat is echt heel dichtbij, heb ik al een vrij groot beeld. Ik denk ongeveer dat van mijn 55 inch tv. Maar ga ik een centimeter of 40 naar achteren, ja, dan hebben we het meteen al over een scherm van enkele meters breed. De beeldgrootte van deze beamer die loopt ongeveer van 2 meter tot maar liefst 3,80 meter. En dat is echt fors. En wat je ook meteen ziet, zijn alle oneffenheden in mijn gestukte muur. Zo'n gestukte muur is totaal niet ideaal voor een beamer. Echt, je ziet elk klein putje in die muur. En bij een ultra short throw beamer is het zelfs nog erger dan bij een gewone beamer. En dat komt omdat die ultra short throw beamer het licht van onderen als het ware over die muur strijkt. En dan krijg je dus overal waar een putje is een schaduwpartijtje. Het liefst wil je een projectorscherm en dan ook nog eentje die speciaal geschikt is voor een UST beamer met dat strijklicht. Niet alleen ben je dan af van al die storende oneffenheden in zo'n muur, maar het beeld is ook zoveel beter. Het is veel helderder, je hebt een veel hoger contrast en dat komt ten goede, zeker als je bij daglicht tv gaat zitten kijken. Maar helaas zijn dat soort schermen extreem duur. Dat begint zo rond de €1000, maar het kan oplopen tot de prijs die hoger ligt dan de beamer zelf.
Kortom, wil je echt dat de 4K-resolutie van deze beamer, de 2000 lumens aan helderheid en de contrastverhouding van 3000 staat tot 1 echt tot hun recht komen, dan heb je zo'n scherm nodig. Maar zelfs zonder zo'n scherm, met zo'n slecht gestukte muur, ben ik eigenlijk best onder de indruk van die Xiaomi. Deze beamer is zelfs helder genoeg dat als ik mijn rolgordijnen open heb en het is een bewolkte dag, dat ik dan nog redelijk goed een video kan kijken. Staat de zon vol op mijn ramen, ja, dan houdt het een keertje op. En dat geldt ook als ik alle lampen allemaal aanzet, dan wordt het beeld wel een beetje flats. Maar eerlijk is eerlijk, als mijn tv daar staat, dan reflecteert het tv-scherm ook die ramen en ook al die lampen die ik aan heb. En heel vaak overdag doe ik dan ook de rolgordijnen dicht. Maar bij daglicht is een gewone televisie nog altijd de betere optie. Totdat je het licht uitdoet. Want dan waan ik me met zo'n enorm scherm gewoon in een thuisbioscoop en ga ik helemaal op in die video, in die film. Daar kan een tv niet aan tippen. Op het geluid na. En dan heb ik het niet over de ingebouwde speakers van de Xiaomi Beamer. Die zijn eigenlijk gewoon heel erg goed. Veel beter dan de gemiddelde televisie. Hij heeft 2 speakers, 2 subwoofers en het is gewoon een soundbar. Dat je de druk van zacht naar hard kan instellen, is het gewoon een veelzijdige machine waarmee je echt elke klus kan aanpakken. Echt, iedere keer dat ik die gozer over de speakers hoor, ga ik over mijn nek. Maar hij klinkt wel goed op de Beamer. Het geluid wat ik bedoel dat storend is, is het geluid van de ventilator in de beamer die de laserlamp moet koelen. Dat is inherent aan beamers in het algemeen. Die maken altijd een beetje lawaai en dat geldt dus ook voor deze Xiaomi beamer. Nou kijk ik zelf altijd films met een koptelefoon op en dan heb je niet zo'n last van dat gebrom. Maar ik denk dat de meeste mensen gewoon de speakers aan hebben staan en dan hoor je het wel degelijk. Oké, misschien niet in een actiefilm met een hoop lawaai, maar is er een stille scène in de film, dan hoor je het wel degelijk. Dat is zeker iets om rekening mee te houden als je de aanschaf van zo'n beamer overweegt. Waar ik ook niet echt enthousiast van word, is de interface van de beamer. Die draait namelijk op Android TV 9.0. Ja, die doet zijn werk, maar net zoals bij Apple TV, ja, ga ik niet jubelen van zo'n interface. Ik heb de beamer namelijk ingesteld dat hij automatisch aangaat zodra ik mijn Ziggo Next Media kastje met de afstandsbediening van Ziggo aanzet. Maar dan gaat hij weer naar het homescherm van Android en niet naar het televisie kijken wat ik wil. Dat vind ik echt super onhandig. Ik heb me suf gezocht in de instellingen, maar ik kan niet vinden waar ik dat eventueel zou kunnen instellen. Ik moet dus iedere keer dat ik tv wil kijken ongeveer 9 of 10 keer klikken om naar de HDMI-poort te gaan waar mijn Ziggo Media kastje op aangesloten is. Geef mij maar gewoon webOS van LG of Tizen Smart TV van Samsung. Dat werkt een stuk prettiger. Wat ook heel raar is, dat ik op deze Xiaomi Beamer, ondanks dat ik Android TV 9.0 heb en de Play Store, geen Netflix en ook geen Prime app kan installeren. Wat ik ook doe, ik kan die apps gewoon niet vinden. Terwijl als ik online ga en even Google Netflix Android TV, dan moet er een app zijn. En ik dacht dat ik helemaal gaga aan het worden was. Maar gelukkig ligt het niet aan mij. Op dit moment ondersteunt deze Xiaomi Beamer namelijk de Netflix-app niet, is mij door betrouwbare bronnen verteld. En dat zal dan ook wel gelden voor de Amazon Prime-app, die ik ook niet kan vinden. Gelukkig ondersteunt hij wel apps zoals de NOS, Videoland en NL Seed. Nou kan ik daar geen slaap over verliezen, want mijn Ziggo-kastje die ondersteunt de Netflix-app en Amazon Prime. En deze Xiaomi Beamer heeft een ingebouwde Google Chromecast. En dat suggereert dat ik vanaf mijn smartphone Netflix gewoon naar de Beamer zou moeten kunnen streamen. Raar maar waar, maar ook dat werkt niet. Ik kan namelijk bijna alles van deze smartphone gewoon streamen naar de ingebouwde Chromecast van die beamer. Zoals YouTube, zoals Amazon Prime of het scherm van deze smartphone. Maar niet Netflix. Netflix die ziet de ingebouwde Chromecast van die beamer niet. Terwijl die wel de Chromecast ziet die ik er extern aangehangen heb. Heel merkwaardig, ik heb het met meerdere telefoons getest. Geen idee wat hier aan de hand is. Kortom, wil ik Netflix kijken, dan moet ik gewoon 10 keer klikken vanuit die Android interface naar de HDMI-poort waar mijn Ziggo-kastje op zit.
Over HDMI gesproken, hij is uitgerust met 3 HDMI-poorten en de nodige poorten, zoals bijvoorbeeld optische audio, maar ook USB, zodat je al je apparaten gewoon op die beamer kan aansluiten. Mocht je trouwens een of ander apparaat willen aansluiten terwijl de beamer aanstaat, dan hebben ze daar ook over nagedacht. Want als je namelijk over dat ding heen buigt om naar die poorten te komen, dan gaat hij meteen in een soort lockmodus, want het is gevaarlijk om in die lamp te kijken. Hij heeft infrarood lichaamsdetectie ingebouwd. Ondanks dat ik niet kapot ben van de interface van de Xiaomi beamer, het ventilatorgeluid of het feit dat als ik deze beamer echt tot z'n recht wil laten komen, ik een flinke duit moet neertellen voor zo'n speciaal scherm, ben ik toch erg gecharmeerd van die beamer. Ik maak me zelfs een beetje zorgen. Ik heb deze beamer nou ongeveer een week in huis en iedere dag dat het langer duurt, wordt mijn leven steeds moeilijker. Ik moet hem namelijk weer inleveren en dat ga ik echt missen, want ik vind het een genot om met zo'n 4K beamer een video groot te projecteren of een voetbalwedstrijd te zien. Ik denk dat als ik zo'n beamer in huis zou hebben, dat ik onmiddellijk een PlayStation 5 zou bestellen en binnen de kortste keren gameverslaafd zou zijn. Het aanbod van 4K Ultra Short Throw beamers is op dit moment nog heel beperkt. En ik geloof dat deze Xiaomi zo'n beetje de goedkoopste in zijn klasse is. Althans in die 4K-klasse. En hij is ook echt zijn geld waard. Althans als je een echte videoliefhebber of een hardcore gamer bent. Ik denk namelijk wel, even helemaal los van de prijs, dat zo'n beamer de televisie bij de meeste mensen niet gaat vervangen. Je moet namelijk wel echt een liefhebber zijn, wil je dat gebrom van die ventilator voor lief nemen. En je moet ook nog eens over een hele grote blanco muur beschikken en bereid zijn om al je video's voornamelijk in het donker te kijken. Maar ben je dan zo'n liefhebber die de nadelen voor lief neemt? Ja, dan is dit echt smullen, zo'n thuisbioscoop met zo'n groot scherm. Dan valt zo'n miserig klein 55 inch LCD tv'tje helemaal in het niets. Ik ga nog één filmpje kijken en dan stuur ik hem echt op. Dat beloof ik. Wat denk jij? Zou jij je televisie zo inruilen voor een 4K laser beamer? Laat het me weten in de comments. Vond je dit een leuk filmpje? Geef ons dan een duimpje. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En geef een lel op die bel als je een notificatie wil zodra er een nieuwe Bright video verschijnt.